Ja, dit is ook een heel vreemd deel van de APK-keuring, maar je moet kijken of je door alle banden past. Ik ben Lonneke en vandaag word ik APK-monteur. Ja, ik heb geen idee wat APK betekent eigenlijk. Ik had zelf een beetje bedacht, PK is paardenkracht. Ik ga het horen vandaag. Hallo, ik ben op zoek naar Johan. Ik ben Johan. Hi. Hi. Ik moet vandaag een APK kunnen uitvoeren aan het eind van de dag. En volgens mij ga jij mij dat leren. Ik ga je dat heel fijn uitleggen, hoe dit allemaal werkt. En hier heb ik een overal voor jou. Ben ik zo terug. Wat moet het nou inhouden om APK-monteur te zijn? Voor APK is gewoon zorgen dat die auto veilig weer de weg op komt. Dat is een behoorlijk belangrijke taak, ja, inderdaad. Laten we beginnen. Kom maar, recht vooruit. Nou, we gaan die auto even opkrikken. Die kogels mogen geen speling hebben. Dus je kijkt eigenlijk of het helemaal goed vast zit. We hebben hier een hele grote, supergevaarlijke remslang. Het zou denk ik niks voor mij zijn. Maar uiteindelijk zorgt zo'n Johan er wel voor dat jij veilig op de weg rijdt. Gaan we een remtest doen? Nul. We gaan de milieueisen toetsen. Deze die moet erin. En we kunnen dus het gaatje niet vinden. Hier zit hij ergens. Nou, het wordt je ook niet per se makkelijk gemaakt. Dimlicht? Allebei, ja. Mistlampen? Ja. We hebben alles gehad. En nu mag ik het zelf doen. Nou ga ik het APK helemaal in mijn eentje doen. Kan iemand mij vertellen hoe je de motorkap van een auto opendoet? Gaan we nu echt beginnen. Nou, dit zit allemaal goed vast. Hou. Even kijken. Johan, het zit erop. Hoe voel je het gaan? Nou, het ging wel redelijk, maar je bent er nog niet helemaal. Nee, ik geef jou je zaklamp terug. Ik heb hartstikke vieze handen. Dankjewel. Ja, tot ziens. Ik heb vandaag geleerd dat je als APK-monteur logisch inzicht moet hebben. Je moet technisch zijn, twee rechterhanden hebben. Je moet oplossingsgericht zijn en je moet servicegericht zijn. Ik ga er vandoor.